Hoi, goedemorgen allemaal. De reden waarom we hier achter het scherm zitten is omdat jij waarschijnlijk een evenement georganiseerd hebt voor de komende 3 of 4 weken en dat mogelijk al afgezegd hebt of uitgesteld hebt tot weet ik veel wat voor een datum. Maar er is ook een andere oplossing, namelijk om wel in contact te komen met de mensen met wie je hebt afgesproken en dan wel online. Je kunt er een online evenement van maken. Waarbij ieder helemaal coronaproof achter zijn laptop of pc of telefoon gaat zitten. En met de camera aan. En je hoeft dus niet bij elkaar te komen en je kan op die manier toch je evenement door laten gaan. Vandaag neem ik je mee hoe dat in zijn werk gaat. Ik gebruik een tool daarvoor, dat is BeLive. En dat heeft een aantal hele goede voordelen. Dus dat iedereen kan thuis blijven achter zijn laptop. Je kunt duo's in beeld brengen, dus had je voor je evenement meerdere gastsprekers, geen probleem. Die kunnen allemaal ook online komen, om de beurt of zelfs 4 tegelijkertijd in beeld. En je hebt vooral ook de interactie. Je bent dan niet lijfelijk bij elkaar, maar ze zitten achter het scherm dicht bij elkaar. Ze kunnen makkelijk een reactie intikken, chatten. Je kan ze zelfs in beeld brengen als ze dat willen, maar daar zijn ze meestal eerst even huiverig voor. Maar goed, nood breekt de wet zoals dit. Dus ik denk dat er deze dagen heel veel mensen meer online gaan komen dan dat ze ooit hadden durven denken misschien. Al te beginnen bij de scholen die online lessen gaan geven. Je kan dit dus streamen in op een Facebookpagina, op je zakelijke pagina, of als het een betaald evenement is in een besloten Facebookgroep die je dan daarvoor aanmaakt. En je kan ook nog op YouTube uitzenden. Een van de voordelen is dus dat je een gast in beeld kan brengen. Dus wat ga ik bij deze inderdaad even doen? Ik heb als gast Carla Jansen van Roosendaal. En die komt nu in beeld. Goedemorgen, Carla. Goedemorgen allemaal. Jij bent vandaag ja, mijn online gastspreker. Ja, dankjewel. Ja, dus zo gaat dat in zijn werk. Het is heel makkelijk. Je geeft een link van tevoren die ik ook even nog zal delen. Als je straks... als we nog tijd hebben, ook wil proberen om bij deze show in beeld te komen. Dan kan je dat even tikken. Volgens mij moet hij zo meteen in beeld komen. Even kijken. Ja, ik heb hem als reactie ook gezet in de opmerkingen. Nou Carla, jij bent mijn gastspreker van vandaag. Wie ben je? Wat doe je? Ik ben Carla Jansen van Roosendaal en ik ben een stressreductiecoach en trainer. En ik heb daarmee ook mijn eigen trainingen en evenementen moeten nog komen in de toekomst. Maar ik moet zeggen dat ik inderdaad online al het een en ander doe. En nu een aantal trainingen die ik had staan, ben ik ook van plan om die online te gaan doen. Ja. Omdat we natuurlijk niet bij elkaar kunnen komen. Dus dit komt even heel goed uit, dat jij dit allemaal gaat uitleggen. Ja, inderdaad. Nou ja, je hebt gisteren al eigenlijk je eigen online evenement gedaan door Facebook Live te geven. Dus vandaar dat ik jou ook wil laten ervaren van, nou, wat is er eventueel nog meer mogelijk? Het was een meditatie, dus dan ben je niet zozeer... Ik word heel even gestoord. Ze lopen alleen voorbij. Ik zit in een revalidatiecentrum, vandaar dat hier wat in een uitloop is af en toe. Ja, dus zelfs dat is dus geen excuus, hè? Merk je het? Dat ook al zit ze in een revalidatiecentrum, heeft ze 2 gebroken knieën. Ze zit gewoon hier online te vertellen. Dus dat is een super voordeel hiervan. Nu kan ik je laten zien dat je ook nog een derde iets in beeld kan brengen. Om je beeld op te splitsen. Zo heb je bijvoorbeeld van tevoren deze aankondiging waarschijnlijk gezien op Facebook of op LinkedIn. Waarbij het dus handig is dat je van tevoren dit al kan inplannen. Je de uitleg kan geven en mensen kunnen op een knop klikken herinnering ontvangen. Waarbij ze vlak voor de uitzending ook een bericht krijgen. Even check als je dit hoort of ziet. Geef even een berichtje. Ben ik goed te verstaan trouwens?
en te zien. Laat het even weten in de reactie. Of geef even een duimpje, dan weten we ook wie erbij is. Je kunt de reacties trouwens ook nog, als je dit terugkijkt, eronder zetten. Dan kan ik daar uiteraard alsnog op reageren. Dat is ook een voordeel hiervan. Ben je er niet live bij, kijk het op een moment dat het jou uitkomt. Ja, dus op het moment dat dus, de tijd is, vanochtend 9:30, is op de Facebookpagina dit bericht deze live video geworden. Dus je hoeft niet nog weer een keer een link te krijgen. Waar is het? Ze komen rechtstreeks daarin. En dit is net als een bericht op Facebook, wat je dus kan delen in groepen, op andere pagina's, vrienden uitnodigen en dergelijke. Dus dat is helemaal ideaal. Nou, ik wil even Carla in ieder geval hartelijk bedanken dat jij hier als gast bij aanwezig was. Ik laat dan nu even de beelden zien en dan kan je ook verder meekijken uiteraard hoe dit in zijn werk gaat. Dus super. Helemaal top, ik kijk graag mee. Okay. Want voor mij ziet het beeld er dan zo uit. Bovenin, dus de twee sprekers die in beeld zijn op dit moment. En onderin kan ik dus foto's klaarzetten. Een filmpje op YouTube of op je vaste computer. Andere foto's, sprekers zitten hier in de wachtruimte. Ze kunnen om de beurt in beeld gebracht worden of weer teruggezet worden in de wachtruimte. Dus dat is ideaal. Carla, misschien kan jij op Facebook op je mobiel nog checken of ik inderdaad te verstaan ben. Dat zou helemaal top zijn intussen. Maak ik nog even van jouw aanwezigheid gebruik. En hiernaast zie je dan rechts de opmerkingen die live gemaakt worden. En die zijn dus ook in beeld te brengen. Ik zal even laten zien hoe dat er dan uitziet. Bijvoorbeeld, je kon aangeven als je als gast in deze uitzending wilt. Dan kan je dat hier in beeld brengen. En ook weer terughalen. Maakt het heel persoonlijk voor degene die dat getypt heeft. Van, hé, er is aandacht voor mij. Ik kan een vraag stellen. En daar ook weer op reageren. Dus dat is heel interactief gewoon. Even mijn beeld weer even erbuiten. En zo kun je dus ook je scherm delen. Zoals ik net al even liet zien met deze afbeelding. Maar je kan dus ook naar een andere foto of naar je scherm delen. Dan ga ik aan de linkerkant naar Share Screen. En dan kan ik kiezen of ik welk programma wat ik heb openstaan, of ik dat wil laten zien. Of dat ik een PowerPoint wil laten zien. Of bijvoorbeeld een website die ik open heb staan. En dan kun je ook specifiek aangeven welke pagina van je website je dan wil zien. Nou, in dit geval kies ik voor om een Word-document te delen. Die breng ik dan vervolgens van onderuit de wachtruimte naar boven met Show in Stream. En dan zie je dus optie beeldscherm delen. En zo kan je dus van tevoren tekst klaarzetten, foto's en dergelijke. En bepalen wat je op dat moment wil laten zien, wat uitkomt. Vervolgens kan ik ook dat delen weer stoppen. Ik haal hem even buiten beeld. En dan kan ik iets anders weer laten zien. Bijvoorbeeld een PowerPoint. Als er vragen zijn, stel ze dus gerust. Of je nu live kijkt of op een later moment. Dan kan ik daar gewoon nog steeds op reageren. Ik kan me voorstellen dat je deze tijd misschien net gemist hebt om mee te doen. Dus later invallen, geen probleem. Ik kan deze video ook blijven delen. Want deze blijft gewoon staan. Dus als het handig is voor iemand in je netwerk, een coach waarmee je wil afspreken of die een evenement heeft staan, deel het. En dan kan die er ook van profiteren. Ik ga weer even een scherm opzoeken om te gaan delen. En dat is in dit geval... even kijken. Een PowerPoint had ik bijvoorbeeld klaarstaan. Ik kies dan
dat venster waar dat op staat in mijn voorschermpje, zeg maar, en ik zeg delen. Dan zie ik dat eerst in mijn wachtruimte beneden staan en vervolgens kan ik die weer in beeld brengen, zodat die ook door jullie te zien is. Nu heb ik mijn scherm gedeeld, maar je ziet dat het een beetje klein te lezen is natuurlijk. Het gaat nu om een PowerPoint, die kan ik sowieso even op groter scherm zetten. Ik zet hem even op diavoorstelling vanaf huidige pagina. En dan kan ik weer eventjes terug naar mijn scherm toe. En dan kan ik mijn foto dus ook klein maken, zodat het andere groter wordt. En dan zie je mij dus nog steeds in beeld. Ik kan nog steeds praten, je hoort mij nog steeds. Maar ik kan ook ondertussen de PowerPoint op groot scherm laten zien. Dan switch ik even naar mijn PowerPoint. Nou, dit is dus een manier om met één keer vertellen heel veel mensen te bereiken, of live of in de replay. En wat ik nou jullie kan aanbieden is super tof, want deze tool kan je normaal gesproken 2 weken uitproberen. Maar ik geef jou straks een link waardoor jij langer van deze tool gebruik kunt maken. Oftewel, deze tool helpt je gewoon door de coronatijd heen. Eens even kijken. Wat ik kan doen, is even kijken of dit ook goed in beeld is nu. Even kijken. Dan ga ik naar mijn volgende sheet toe. En dan ga ik hem weer vanaf huidige dia. Even kijken. Zo. Even een check. Als het goed is, zie je nu een blauw scherm. Klopt dat op dit moment? Zo. Eens even kijken. Gaat dat lukken? Ja. Je kan dus kiezen uit verschillende mogelijkheden. En die laat ik jou graag even zien. Zo. Groter beeld. Even. Kijk, ik kan het ook nog even stretchen en even inzoomen. Zo, volgens mij is het nu duidelijk leesbaar te zien. Want wat ik je wil aanbieden is om dit te gaan gebruiken voor je evenement. Op kleine schaal, grote schaal. Je kan dus heel veel kijkers hebben. Iedereen die op Facebook zit, dan wel op YouTube, kan het zien. En ik kan je ook een aanbod doen. En dat is een klein pakket, medium pakket of een large pakket. Je kan beginnen bijvoorbeeld met een small pakket. Dan krijg je even een korte introductie van hoe dit in zijn werk gaat. We verzorgen samen een livestream op je Facebookpagina of op YouTube van maximaal een half uur. Gastsprekers, schermdelen, evenementdelen is dan niet van toepassing. Wil je dat wel, dan kan je overschakelen naar een medium pakket. Dan mag je een uur lang livestreamen met een gastspreker erbij. Dus dat die ook uitleg krijgt hoe dat werkt om samen te doen. Evenement delen. Ik ga dan ook in mijn netwerk jouw evenement delen. En geef jou tips voor promotie om jouw live uitzending aan te kondigen. Zeg je van, nou, daar ben ik nog niet helemaal mee geholpen. Ik wil meer. Dan kan je ook kiezen voor het large pakket. En dan heb je maximaal 2 keer een uur of 1 keer 2,5 uur. Wat je daarvoor kan inzetten. Daar kunnen gastsprekers bij zijn. Er kan een scherm gedeeld worden. Presentatie, die heb je dan natuurlijk van tevoren nodig om dit te kunnen delen. En heb je foto's van tevoren. Evenement deel ik dan op, ook in mijn netwerk op Facebook en op LinkedIn. Je krijgt hulp bij evenement aanmaken op Facebook en LinkedIn. Daar kan je tegenwoordig ook evenementen op aankondigen. En eventueel help ik je ook bij het maken van een Facebookgroep als je die nog niet hebt voor dat specifieke evenement. Dan gaan we naar de volgende dia.
De kosten daarvan zijn normaal gesproken voor small pakket €147. Het uitgebreide €247. En het meest uitgebreide €347. Maar we zitten in een bijzondere tijd. Dus bij aanmelding tot en met 6 april. Dan krijg je het small pakket voor €47. En bij de andere pakketten gaat er ook €100 korting vanaf. Even een check of dit inderdaad ook nog steeds goed in beeld te zien is. Ja, volgens mij wel. Even kijken. Hoi, Heidi. Ik zie dat je binnengekomen bent. Even kijken. Je hebt de vraag, via welke site werk je dan? Of is het een service die je uitvoert? Ik liep even vast net. Oké. Dit is BeLive tool, is gekoppeld aan je Facebook-account. Dus degene die meedoen, ook als gastspreker, hebben wel een persoonlijke pagina nodig op Facebook. Dus je werkt dan vanaf de BeLive.tv site en dan log je in met je Facebook-account. En je kan dus meteen live gaan daarin, maar je kan ze dus ook van tevoren aankondigen, zoals je misschien gezien hebt in mijn eerdere opzet. En dan kan je dus ook de mensen laten, een herinnering laten ontvangen en laten delen. En dat bericht wordt dan op de tijd van geplande uitzending meteen je video. Dus dat is super ideaal. Dus ik hoop dat ik je vraag beantwoord heb. Ik zie nog een vraag. Ik viel er net even helemaal tussenuit. Oké, inderdaad, dan even refreshen en dan begint het allemaal weer. Leuk dat je erbij bent, Heidi. Als je wilt, Heidi, kan ik jou ook nog even in beeld brengen dat je ziet hoe dat... dan zie je ook mijn wachtruimte, zeg maar. Dan kan je even op de link tikken die boven de opmerkingen staat van app.belive.tv/enzovoort. Dan laat het even weten. Of als er anderen zijn die dat ook nog even willen testen, dan kom er gerust in. Even kijken, dan gaan we hier terug. Als het goed is, zie je staan dat je bij aanmelding tot en met 6 april is het small pakket voor €47. Maar zeg je vandaag, ik meld me aan om een keer zo'n live te doen op mijn pagina of in de groep. Dan betaal je €27 en de datum die gaan we gewoon plannen. Daar is geen limiet op. Ik zou het wel deze maand doen natuurlijk om er gelijk mee aan de slag te gaan. En dan is dat dus €27. Even kijken. Wil je deze tool gaan gebruiken? Dan kun je... Zometeen geef ik een linkje. Dan zie je, als je daarop tikt, als je daar gebruik van maakt van die link, dan krijg je, en dat is, die bonus is geldig tot en met volgende week dinsdag, 30 dagen lang de mogelijkheid om hiermee zelf te stoeien en te proberen. Je kan dat gewoon proberen zonder dat je nog live gaat, om gewoon wegwijs ermee te worden. Wil je ermee geholpen worden van, nou Jacqueline, kijk even mee, gaat dit goed zo? Dan is er een testsessie mogelijk van €27 in de groep. Heb je al zo'n medium of large pakket, dan zit dat er inbegrepen. En bij de large gewoon individueel op afspraak. En vanaf 24 maart krijg je niet die 30 dagen op proef meer, maar 14 dagen. Dus dan kom je nog steeds door de tijd heen van 6 tot 6 april in ieder geval. Dus die mogelijkheden zijn er. Nou, wat doet video voor social media, voor bedrijven op social media? Nou, dat geeft al veel meer internetverkeer, ook business to business. Je wordt sneller gevonden door Google. Je kan de link naderhand ook weer plaatsen op je website. En vooral wat nu belangrijk is natuurlijk... om met je community, met je klanten, contact te houden. Dus dat is super waardevol. Ik haal die even uit beeld. Daar ben ik weer.
En dan komt nu het tromgeroffel. Ik kijk even of er nog vragen zijn. Van Heidi. Oh, sorry. Ik zal even op de volgorde doen, deze vraag. Hoeft niet zoveel keer, dus als ik het goed begrijp, moeten de sprekers ook wel BeLive gebruiken, wat betalend is. Nee hoor, nee. Alleen jij als host, zeg maar, dus als uitzender, hebt dan een BeLive account. En ik geef je zo meteen een link, daarmee kan je 30 dagen dat gratis uitproberen. En dan kun je onbeperkt aantal livestreams doen. Je kan je logo in beeld brengen. Oh, dat heb ik nog niet verteld net, maar hier zie je mijn logo. Je kan een achtergrond in beeld zetten. Je hebt dan mogelijkheid om het uitgebreide pakket gratis uit te testen. De deelnemers, die hoeven helemaal geen BeLive te hebben. Die krijgen gewoon het linkje en daarmee loggen ze in op Facebook. Dus die betalen er helemaal niks voor. Alleen de host heeft dus dan een account nodig bij BeLive. Goeie vraag, Heidi. Volgende vraag. Om een kostenplaatje in te schatten. Bedankt voor het aanbod. Je kan zo meteen ook nog terugkijken, hè, hier om het even terug te lezen. Wat het aanbod is. Dus als je gebruik maakt van de aanbieding om 30 dagen live of BeLive te gebruiken, dan kost je dat niks. Je kan daar zelf mee stoeien, zonder uit te hoeven zenden nog. En dan kan je later kiezen van, nou, ik ga het uitzenden op mijn Facebookpagina openbaar, om het aan te kondigen bijvoorbeeld. Of in een besloten Facebookgroep voor je klanten. En dan kunnen ze dus ook vragen stellen en zoals nu in beeld brengen en daarop reageren. Dus dat is ideaal. Nou, inderdaad, super, dankjewel. Jij ook bedankt. Dat zijn toch weer dingen die je nog niet gelijk weer genoemd had. Dus helemaal duidelijk. Dan komt nu, volgens mij, een feesttoeter in beeld. Wow! Als je dit ziet, geef ook gelijk even hartjes, duimpjes, wat je wil. Dat zou ik wel heel leuk vinden natuurlijk. Ik heb inmiddels in de afgelopen tijd 26 van deze uitzendingen gedaan. Dus redelijk ervaren, zou ik zeggen. En je kan er dus 30 dagen gratis gaan gebruiken. Dus, dat is dat aanbod. Daar kan je dus sowieso gebruik van maken. De link zet ik er zo meteen ook even onder. Want ik weet niet of die er gelijk bij komt. Moet ik even scrollen, denk ik. Ah, kijk. Carla had een volgende afspraak. Ik moet helaas weg, maar ga de replay nogmaals bekijken. Bedankt. Nou, super. Bedankt jij ook, Carla, dat je als gastspreker hier ook bij wilde zijn om ook gelijk dit te oefenen. Ik weet niet of Heidi dat misschien ook wil. Dan kan je op de link onder deze video staat een linkje met guest, eindigt het op. En als je wilt, kan ik jou ook in beeld brengen. En dan kan je even zien hoe dat eruit ziet. Dus als je wilt, dan mag dat bij deze. Even kijken of er nog andere vragen zijn. Ik moet eens even weer opzij kijken. Dus ik ben er nog steeds bij hoor. Maar dat ik even de opmerking kijk of ik alles beantwoord heb wat er gevraagd is. Ja. Mochten er later nog vragen bij je opkomen als je nu kijkt of als je later terugkijkt, dan stel ze gerust onder dit bericht. Dan kan ik daarop op reageren. Hey Mohammed uit Noorwegen, hoi. Je hebt geen bijeenkomst, ik weet niet hoe het in bij jou is of dat daar ook strengere maatregelen zijn om niet naar bijeenkomsten te gaan met andere mensen. Ja, inderdaad. Leuk dat je bij bent. Tof. Eens even kijken en ik zie Heidi. Momenteel geen extra vragen. Oké, neem ik aan dat je dat bedoelt. Super tof. Nou, eens even kijken of ik dan verder nog vragen gemist heb. Volgens mij niet. Dus, nou, ik ben aardig binnen de tijd ook nog gebleven, zie ik. Ik zal nog één keer de aanbieding laten zien. En
Laat even weten wat je van deze video vond. Schrijf het hieronder. Dan lees ik dat heel graag terug. Feedback of waarmee rekening houden een volgende keer. Het is een blijvend lerend proces wat dat betreft. Dus iedereen die dit nu ziet of terugziet, hartelijk bedankt dat je deze video hebt bekeken. Doe er je voordeel mee. Ga het uittesten. Weg met eventuele cameraangst. Mensen willen liever jou zien dan niemand zien. En het is juist een hele mooie manier om met elkaar in verbinding te komen. Dus ik zou zeggen, ga ermee aan de gang. En ik hoor het als je hulp nodig hebt. Tot ziens. Ik zal nog even wachten, want dat duurt meestal 8 seconden voordat jij hoort en ziet wat ik nu gezegd heb. Dus er kunnen eventueel nog reacties binnenkomen. Inderdaad. Van Heidi, bye bye en dankjewel. Groetjes.